Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je volledige YouTube-account kunt verwijderen. Als eerste ga je even inloggen op www.youtube.com. Je vult je user en password in. Dat duurt even. En dan ga je vervolgens naar de rechterbovenhoek, op het icoontje klik je. En dan ga je naar YouTube instellingen. Daar klik je op. En dan kom je eigenlijk bij je overzicht. Dus dan zie je welke kanalen je hebt, welke account. En dan klik je op geavanceerd. En dan scroll je naar beneden en dan zie je hier de knop kanaal verwijderen. Het kan zijn dat deze knop bij jou er niet staat. En dat zou betekenen dat je G+ account, je profile, aan je YouTube kanaal is gekoppeld. Hier maak ik een aparte video over hoe je in dat geval dan je kanaal kunt verwijderen. Nou, je klikt op kanaal verwijderen. Dan zul je nogmaals moeten inloggen. Dus dat doen we even. Nou, dan moet je even doorlezen en moet je er ook echt van bewust zijn dat als je hem nu gaat verwijderen, dat al je video's weg zijn, je comments, je berichten. En je ziet ook dat alles wordt verwijderd, maar je Google-account wordt niet verwijderd. Nou, je vinkt hem aan, je drukt op kanaal verwijderen. Weet u het zeker? Wil je je kanaal permanent verwijderen? Ja, dat willen we. Je drukt op kanaal verwijderen. En in principe is dus nu je YouTube-kanaal verwijderd. Dus je ziet nu dat je loodgietersbedrijf X nu verwijderd is. Het houdt dus niet in dat je hele YouTube-kanaal met alles wat je daar aan hebt hangen weg is. Dus stel dat je deze ook zou willen verwijderen, dat is je persoonlijke YouTube. Dan ga je naar YouTube-instellingen, dan ga je naar geavanceerd. En dan zie je dat de knop verwijder kanaal er niet meer is. Dat betekent dat je persoonlijke YouTube kanaal, in dit geval dit kanaal, je persoonlijke, die is gekoppeld aan je G+. Dus die kun je op dit moment niet via deze techniek verwijderen. Nou, op welke manier kan je dat dan wel doen? Dan ga je naar https://my.account.google.com. Nou, dan zie je eigenlijk alles wat je aan je persoonlijke account hebt hangen. Nou, dan scroll je naar beneden en dan ga je naar Control Your Content. Dan zie je hier Delete Your Account or Services. Daar klik je op. Nou, dan kun je kijken welke producten je wilt deleten. Nou, je ziet hier een Google+, een YouTube en je Gmail. Nou, je klikt op YouTube. Dan ga je eerst je profiel aanvinken dat je het gaat verbergen. Hide my channel. Ja, hide my channel. Nou, vervolgens ga je dan naar je G+. G+. Dan ga je naar je settings. Nou, dan zie je dus alles wat je persoonlijke gegevens. Je scrolt helemaal naar beneden. En dan zeg je disable of delete je Google+. Dus uiteindelijk moet je eerst je Google+ ontkoppelen of daarna ga je hem deleten. Dan ga je nog een keer inloggen. Ik zal je nog een keer vragen, weet het zeker? Inloggen. Delete your entire Google profile. Nou, lees je even allemaal door. Ja, ik begrijp alles. Ja, remove selected. Dat duurt even.
Nou, dan willen ze nog wat feedback. Vul ik maar even iets willekeurigs in. En nu zou in principe je volledige YouTube-kanaal moeten zijn verwijderd. Dat gaan we even controleren. Maar dan moeten we eigenlijk nog een stap doen, want ik zie dat hij nog steeds niet helemaal verwijderd is. Dus dan moeten we nog een keer naar myaccount.google.com. Dan gaan we naar Control Your Content. Dan gaan we nog een keer naar beneden scrollen. Delete products. Delete. Ja, ik wil het definitief verwijderen. Verwijder. Moet je nog een keer. Ja, het is niet makkelijk. Je e-mailadres invullen. Delete mijn content. En nu zou het echt definitief verwijderd moeten zijn, maar je weet het nooit met Google. Dus we gaan het nog een keer controleren. Uitloggen. Gaan we nog een keer inloggen. En nu zie je eindelijk dat je definitief je YouTube-kanaal hebt verwijderd. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je je YouTube-account kunt verwijderen? Stel je vraag even hieronder en ik ga jouw vraag direct beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken en ik zie jou terug bij de volgende video. Supergoed dat je de volledige YouTube-cursus nu hebt gevolgd. Maar mocht je de vorige delen nog niet hebben bekeken, bekijk dan gelijk deel 24 of deel 25. Of begin gelijk aan de nieuwe videoreeks Google Hangouts en YouTube Streamen.